Waar spelen kinderen tegenwoordig? Ja, het is niet zo makkelijk, want als je in de straten kijkt, dan zie je geparkeerde auto's en grote parkeerplaatsen en niet te vergeten het drukke verkeer. Het is niet altijd eenvoudig. Nou, in Meidrecht is een klein stukje grond, een tuin, een park, waar wel iets gerealiseerd is, niet waar, Saskia van der Bor? Klopt. En dat heet sinds kort Speeltuin de Meijert. En we zijn heel erg blij, vooral met de nieuwe toestellen en de nieuwe inrichting. Dus ja, de kinderen kunnen hier nu gewoon van alles doen. En lekker veilig. Ja, nou was dit terreintje al eerder beschikbaar voor de kinderen. Maar de ouders waren er niet zo tevreden over. Ja, klopt. Er was eigenlijk al een paar jaar helemaal geen onderhoud gepleegd. Het speelveld was eigenlijk steeds zo nat dat er niet op gevoetbald kon worden. En de toestellen waren ook helemaal niet veilig meer. Dus dat hebben ze gemeld bij de wijkschouw verleden jaar. En gelukkig is de gemeente daarop ingesprongen samen met GroenWest. En daar hebben ze geld bij elkaar gehaald voor vernieuwing. Dus daar ouders, zijn we heel blij mee. De ouders hebben zelf heel veel gedaan hieraan, hè? Ja, maar de ouders hebben vooral heel veel meegedacht en meegepraat. Ze hebben de toestellen bedacht en uitgezocht. Want ze wilden heel graag dat de kinderen wat meer konden bewegen. Het is niet zo statisch, maar je ziet het. Het heeft alles te maken met evenwicht en lekker veel bewegen. Ja, ja. En ook op de grond gewoon een veilige bodembedekking. Ja, dat wilde ik zeggen, want het is hier allemaal... Wat is het voor spul? Ja, houtsnippers, hè? Houtschors. Ja. Schors, ja, precies. En dat is natuurlijk inderdaad veilig. Dan kunnen de kinderen vallen, dat is niet erg. Geeft niks. En vallen hoort er ook bij, hè, bij het spelen. Nou, vandaag dus een prachtige dag. Het is natuurlijk een heerlijk terreintje geworden voor de kinderen. En we hopen natuurlijk dat de kinderen in de toekomst uit deze buurt, maar waar ze ook vandaan komen, allemaal hier komen om hun spelletjes te spelen. Niet waar? Ja, dat zou hartstikke gezellig zijn. Wat we ook nog heel graag aan iedereen willen vragen is dat iedereen die hier in de buurt is, die zijn hond uitlaat of die hier gewoon loopt, even een oogje in het zeil houdt. Dat alles even netjes blijft, dat het voor iedereen leuk en gezellig blijft. Zo is het. Ik dank je wel. Goedemiddag allemaal. Ik ben heel blij om hier vanmiddag even te zijn. Om bepaalde handelingen te verrichten. Maar vooraf toch even een paar dingen even met u delen. Volgens mij wijkschouw van april vorig jaar hebben we met een aantal bewoners uit wijk Proostdeiland een wijkschouw gedaan. Waarin ook 20 mensen wel meeliepen. En mij ook naar deze plek toegebracht hebben. En hebben laten zien, nou, er stond geloof ik maar één speeltoestel daar. En dat was wat meer al versleten. En veel te weinig, omdat heel veel kinderen in deze buurt wonen. Nou, toen hebben ze gezegd, we willen eigenlijk wat meer. En we willen het park een beetje opknappen. En toen zijn er op een gegeven moment een aantal bewoners, geloof ik, uit de buurt, Ridderschapstraat, Hemelot Singel. Acht bewoners, geloof ik, zijn bij elkaar gekropen. En die hebben met elkaar gekeken, jongens, wat zijn de mogelijkheden en wat willen we graag, welke wensen hebben we. Wij willen graag als college en ik als wethouder wil graag dat burgers initiatieven nemen, zich betrokken voelen bij hun wonen- en leefomgeving en ook daar een rol in willen spelen. Nou, dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Wat ik ook graag wil zeggen is dat alle mensen die hier ook aan meegewerkt hebben, dat die wil ik graag bedanken. En volgens mij moet ik nu achter een paar kinderen aan om ik noem het maar even een stormbaan te nemen, want ik ga het zien. Maar ik dank u wel voor uw komst hierheen. En veel succes met dit nieuwe speelplek voor de kinderen. Oh.